Oh, dennenboom, oh, dennenboom. Wat zijn die takken wonderschoon. Mooi, hè, zo'n kerstsfeertje midden in de zomer. Ik ga het vanaf vandaag elke dag vieren. Die mooie traditie, vind ik, moet je in ere houden. Dit is het huis van Andy Park uit Engeland. Kerstspullen waar je ook kijkt. Andy viert al 5 jaar lang elke dag kerstmis. Hij is dol op het feest. Why do I celebrate Christmas? Because I loved Christmas. I just love Christmas. No better time of the year than Christmas Day. So I wanted it every day. Maar na honderden kalkoenen, duizenden kerststollen en meer dan 1 miljoen spruitjes, heeft Andy toch genoeg van zijn favoriete feest. Hij stopt ermee en pakt zijn kerstversieringen in. Maar ook al gaat hij zelf met pensioen, Andy vindt nog steeds dat kerst elke dag gevierd moet worden. Dus is hij op zoek naar een waardige opvolger. In een radio-uitzending legt hij uit wat die allemaal moet doen. Well, they need to be able to sort of be up front basically. Go on talk shows, go carol singing in the summer. Give presents every day to neighbors, friends, relations. Parties every single week. Het is nu wachten op reacties, maar voor Andy zit het er echt op. Ja, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik doe het toch maar niet hoor. Het is hem allemaal veel te veel werk. Andy moet nog maar even doorzoeken naar een opvolger. Bovendien, het is ook veel en veel te warm. Hoor maar, het wordt ongeveer 17 graden, er is geen sneeuw, er is wel regen en misschien ook wat onweer. En morgenmiddag schijnt in het westen misschien een zonnetje. Dat was het. Morgen zijn we er weer. 6:30, Nederland 3. Nog een leuke avond en tot dan. Dag. Een zomer passen op de boerderij van je oom. Vrienden in het buitenland helpen aan stromend water. Of thuis blijven omdat je favoriete camping wordt gesloten. Heb jij bijzondere plannen voor deze zomer? Stuur dan een brief naar het Jeugdjournaal, postbus 26150, postcode 1202 JC Hilversum. Maar je kunt ook een e-mailtje sturen.